En wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi stukje maken. Met een hele mooie industriële ondergrond. Mocht je mijn vlog hebben gezien, dan zou je me al voorbij hebben zien komen. Maar het is zeker een favoriet van mij. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En ik ga weer een hele leuke winactie doen, dus blijf vooral kijken. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het dan op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google. En dan doe je ook mee. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. In de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. We gaan vandaag aan de slag met een heel mooi industrieel frame van PGMD. Je hebt hem misschien wel voorbij zien komen in de vlog. Echt super mooi, maar ook echt super mooie kwaliteit. Dus daar gaan we een leuk stukje op maken. Ik gebruik daarvoor als eerst een waterschaaltje en een stukje oase, zodat het niet doorlekt en geen rare kringen krijgt en je hem gewoon heel mooi houdt voor elke gelegenheid, wil je hem daarna nog weer opmaken. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst leg ik het waterschaaltje in het midden. Hij is iets groter dan het frame, dus hij komt aan de buitenkant iets omhoog te staan, maar dat geeft nu, zit hij er gelijk goed vast in. En daar komt de oase op. En dan gaan we eventjes het schaaltje wegwerken, want die willen we natuurlijk niet zien. Daarvoor gebruik ik kleine stukjes bolmos die ik de schuin tegen aanleg. Allerlei kantjes wat. Mocht het nodig zijn, kan je even een krammetje gebruiken om het vast te zetten. En een beetje tilantia. Deze heb ik wel vast met een krammetje. En dan zie je dat het schaaltje al mooi is weggewerkt. Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de bloemen. Ik gebruik mooie warme tinten in dit stuk. Zelfs een beetje richting de herfst qua materiaalkeuze. Mooie amaranthus, die steek ik in de lucht. En je snijdt natuurlijk alles schuin aan en de oase is natuurlijk nat gemaakt. We gaan ook wat meer op groepen werken. Mooi kangeroepootje, ik gebruik daarvan het zijtakje en ook deze zet ik op groepen. En ik zet die als het trapgewijs naar beneden, dus ik laat hem naar beneden lopen. En dit doe ik met 3 zijtakjes. Dan heb ik mooi sierlijke pimpernel. En dit maakt het mooi speels in het stuk. En die gebruik ik ook best wel langer. En die steek ik ook speels op. Dan heb ik een hele mooie roos. Dus een beetje de eyecatcher in het stuk. En deze steek ik te kort erin. En een mooi siergrasje. En deze steek ik wel weer in de hoogte. En ik verdeel eigenlijk de hoogtes een beetje in het stuk. Dan gebruik ik mooie distel en die steek ik er wat korter in. En die steek ik groepsgewijs bij elkaar. Ik zie dat ik deze even iets korter erin wil. En zoals je ziet krijgen we echt al een heel mooi stukje. Dan gebruik ik een prachtige anje die mooi qua kleur hierbij past. Je kan die natuurlijk ook voor andere kleuren kiezen. En die steek ik aan de zijkant. En zoals je ziet is eigenlijk dit deel van het stukje eigenlijk al heel mooi. Dan hebben we eigenlijk al een heel mooi stukje. Ook de ondergrond komt natuurlijk mooi tot zijn recht. Dan gaan we naar de andere kant verder. Want we willen natuurlijk dat het aan alle kanten mooi is.
En ook aan deze kant zet ik een mooie roos in het midden. Dat je echt een mooie body krijgt in het stuk. Dan heb ik hele mooie lisiantes. Die die warme kleur weer teruggeeft. Wel een beetje een roze tint. Maar door die roze-rood combinatie wordt het heel mooi. En deze stop ik onder in het stuk. En ik verdeel dit. Dus ik kijk even hoeveel bloemen er om mijn steel zitten. En die verdeel ik er rondomheen. Heb je nou knopjes, dan kan je deze ook prima gebruiken. Mocht je nou nog van bepaalde bloemen korte steeltjes over hebben, kan je deze een plekje er kort in geven. Zo heb ik nog wat kangaroopootjes over. Ik zorg wel dat de verdeling goed blijft. En dan zie je dat alles heel mooi is opgevuld en dat we een heel mooi luxe stukje hebben. En zoals je ziet hoeft het dan echt niet moeilijk te zijn om een mooi luxe bloemstukje te maken. De ondergrond doet natuurlijk echt al heel veel en er staan nog heel veel andere mooie ondergronden online. Dus mocht je die allemaal willen zien, kun je even naar de vorige video gaan. Dan laat ik alles heel duidelijk zien op beeld. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder woorddecoratie. Maar goed, je kunt dus zien dat het allemaal mooi tot z'n recht komt. Je ziet de ondergrond nog heel goed. Want dat vind ik wel belangrijk. Dat als je zo'n mooie ondergrond hebt. Dat je het wel ook tot z'n recht laat komen. Ja, en de kleurencombinatie is natuurlijk heel mooi warm. En ja, past mooi bij dit geheel. Wil je dit pakket bestellen als DIY pakket? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Nou hoop ik dat jullie het weer een leuke les vonden. Het is geen moeilijk stuk, maar een heel leuk stuk om te maken. En ja, vind je het gewoon een keer leuk om zoiets te proberen, dan raad ik zeker aan om zoiets te gaan maken. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschik video's die ik maak. En af en toe een leuke vlog, dus dat zou ik heel erg leuk vinden. En het is natuurlijk wel weer eens een keer tijd voor een leuke winactie. Je kan kans maken op een cadeaubon ter waarde van 10 euro die je vrij kan besteden in onze webshop. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie achter hieronder en doe even een duimpje omhoog. Wil je dubbel kans maken? Deel deze video op Facebook. En ja, dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!